Michiel Kramer, een handvol cadeaus. Een champagnefles heb je al weggegeven. Een bal, omdat je 3 keer hebt gescoord. Ja, het is mooi om hier Woudestein zo te verlaten. Ja, ja, zeker. Als je wint en je scoort 3 keer, dan lijkt me duidelijk dat ik blij ben. Ja. Ja, je eerste hat-trick, vorige week het eerste doelpunt in de Kuip. Dat zijn mooie statistieken die je pakt. Ja, maar ik heb niet zoveel met statistieken, dus dat vind ik niet zo relevant. Dus ik probeer gewoon de dingen te doen waar ik goed in ben. En dat kan altijd beter. Maar goed, als je 3 keer scoort en je wint met 4-2, dan word je mij niet klaar. Je hebt je van tevoren ongetwijfeld in je hoofd van zoveel doelpunten wil ik minimaal bij Feyenoord maken. Nou ja, soms stagneert het, maar dit telt lekker mee, hè? Nou ja, het is wel lekker als je in een wedstrijd natuurlijk 2 of 3 keer scoort. Nou ja, dan loopt dat gemiddelde natuurlijk ook op. Maar goed, het zal niet iedere wedstrijd zo zijn. Dus ik moet gewoon iedere wedstrijd proberen de kansen die ik krijg af te maken. En zorg dat ik belangrijk ben voor de ploeg. En ja, dat is wat ik probeer te doen, iedere wedstrijd. En nu was de bondscoach hier vandaag. En nou had hij vorige keer al gezegd dat jij, ja, toch dat hij enigszins jou in de gaten hield. Hoe speelt dat nu mee, nu je ook vandaag 3 keer scoort? Totaal niet. Nee, dat is niet aan mij, dat is aan hem. En als hij naar deze wedstrijd wil komen kijken, dan moet hij het zelf weten. Maar goed, ik probeer gewoon mijn wedstrijd te spelen zoals ik die altijd speel. En dan zie ik dat wel. Maar denk je daar niet wel eens aan? Want als spits als Feyenoord, van Feyenoord, ja, kan je in beeld komen en je bent in beeld. Ja, maar laat ik eerst maar 20 doelpunten maken. Dan vind ik het misschien iets meer recht van spreken dan nu. Vandaag winnen jullie, maar ja, ze nu dan lieten jullie Excelsior toch weer terug in de wedstrijd komen. Het had echt een wedstrijd kunnen worden. Moet dat er nog uit bij jullie? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je heel snel wel op 1-0 komt, waardoor het daarna wat minder wordt. En misschien is dat ook wel logisch, maar aan de andere kant moeten wij wel scherp blijven in dat soort dingen. En dan kom je op 2-0. Nou ja, dan moet je het eigenlijk doortrekken tot en met de rust. En dan krijg je net voor rust een keer 2-1. En dan weet je dat je de tweede helft wel scherp moet beginnen, want anders krijg je het nog lastig. En gelukkig hadden we wel vrij snel die goal te pakken en wordt die marge weer 2. En ik denk dat je daardoor ook wat makkelijker gaat voetballen. Dan is heel anders. Natuurlijk ben je hier al vaker teruggekeerd. Maar goed, je eerste BVO was Excelsior. Hoe kijk je terug op die tijd hier? Nou ja, sowieso gemengde gevoelens natuurlijk. Omdat dit mijn eerste BVO was vanuit amateurs toe. Oh, sorry. En dan loop ik daar. En dan word je op een gegeven moment weggestuurd. Ja, omdat ze vonden dat ik niet goed genoeg was. Nou ja, dat is natuurlijk wel even pijnlijk. Maar goed, via ben ik toch hier terechtgekomen. En daar ben ik alleen maar blij om. Is dit dan je revanche die je eigenlijk pakt op Excelsior? Misschien wel van Lochem, de man die uiteindelijk ervoor zorgde dat jij hier weg moest? Oh ja, misschien wel hoor. Dat zou best kunnen. Ik denk op het moment dat iemand het niet in jou ziet zitten en jou wegstuurt, dan is dat sowieso een motivatie om te laten zien dat hij geen gelijk heeft. Nou, maar het is niet de enige reden waarom dat zo is, maar het zij zo. Ik heb foto's gezien in de rust met Bovenberg, maar Sander Fischer, hè? Dat is een goede vriend van jou. Ja, nee, heb ik nog samen gespeeld en af en toe spreek ik hem nog wel eens. Dus dan, het is altijd leuk dat ik hem weer tegenkom en dan hebben we het eventjes over van alles. Maar het is altijd leuk om oude teamgenoten tegen te komen. Ja. Ja, dan kom je hem vandaag veel tegen en dan scoor je 3 keer. Wat zegt hij in de afloop tegen je? Dat ik effectief was vandaag. Ja, ik zeg ja, dat klopt wel. Ja. Dus dat is alleen maar mooi meegenomen. En ik hoop dat ze het goed doen en dat hij het goed doet. En hetzelfde als Brent Leer met Luigi, waar ik ook samen mee gespeeld heb. Dus ik hoop dat ze het allemaal goed gaan doen. Tot slot, bij Feyenoord krijg je ook wel eens kritiek dat je te weinig zou doen, et cetera, et cetera. Ja, zit extra lekker dat je dan toch vandaag weer, en heb je er ook maling aan al die verhalen die je toch hoort, dus nu als spits van Feyenoord? Nou ja, weet je, ik ben zelf wel kritisch genoeg op mezelf, dus die meningen van anderen, daar lig ik niet zo wakker van. Dat mogen ze doen en dat mogen ze blijven doen. Ik ben zelf kritisch genoeg op mezelf om te beseffen wat ik wel en niet goed doe, dus ja, daar heb ik niet zoveel aan. Gaat er met de bal en de champagne gebeuren? De champagne gaat naar mijn ouders en de bal die ga ik even door iedereen laten onttekenen. En dan gaat hij een mooi plekje krijgen. Dankjewel. Okay, man.